Heel veel mensen weten niet wie ik ben. En Bloed, Zweet en Tranen was een heel mooi platform voor mij om een keer te laten zien wie ik ben. Ook een andere kant van mij te laten zien. Want ik heb in het programma niet de liedjes gedaan die ik normaal zou doen. De standaard liedjes, zoals een Superman en dat soort dingen. Ik heb er met opzet voor gekozen om wat diepere nummers te pakken. Eerste ronde deed ik Het Hart van Mijn Gevoel van de Kast. Dat vond ik een prachtig nummer, dat zing ik echt al jaren. En dit was een keer een gelegenheid om het op tv te doen. En er is een liedje dat ik al heel lang wou doen. En altijd gedacht heb, ik ben te jong. Nu ben ik de juiste leeftijd om het te doen. Het juiste programma, het juiste format. Dit is de kans. Dus het, ja, laat me niet alleen, heb ik toen gezongen in de tweede ronde. En het ging mij er gewoon echt puur om, niet om te winnen. Het ging mij gewoon, een keer meedoen met zo'n talentenjacht. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus vond ik hartstikke leuk. En om me gewoon te laten zien aan het grotere publiek. Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die zoiets hebben, wat doe jij daar thuis? Maar ja, dat heb je altijd. En ik doe het omdat ik het leuk vind. En ik ben gelukkig dat ik mag zeggen dat heel veel mensen ervan genoten hebben. En daar ben ik heel erg blij om. Dat is ook waarom ik het doe. En voor de mensen die het niet leuk vonden, sorry. Kijk, ik ben nu begonnen, wat ik al zei. Ik zit nu in de studio en ik schrijf heel veel. En dat wil ik natuurlijk uitbreiden. Ik wil behalve liedjes voor mij zingen ook liedjes schrijven voor anderen. Nummer 1, dat is mooi. Maar daar gaat het niet om. Het gaat echt om muziek. En het gaat om optredens. En ik wil het liefst zoveel mogelijk optreden. En nog veel meer dan dat ik nu doe. En als het kan, de wereld rond. Hey, dream big. Ja, toch?